Sedge, hoe is het om terug te zijn? Ja, echt hartstikke mooi. Dus ik heb er een tijd op moeten wachten door omstandigheden met corona, maar ik ben blij dat ik hier eindelijk mag zijn. Hij won de KNVB-beker in 2015 met FC Groningen, speelde dik 200 competitiewedstrijden, stond 7 jaar in het doel bij Groningen. Afgelopen week kampioen geworden met Ludogorets in Bulgarije. En vandaag op deze zondagmiddag neemt Sergio Pat afscheid van de Groningen aanhang. Nu ben je vorige week kampioen geworden in Bulgarije, hoe was dat? Ja, het zat er wel een beetje aan te komen, want we zijn de laatste weken heel erg uitgelopen op de concurrent. Dus, ja, mooi om eindelijk eens een keer kampioen te worden en dat is een mooi toetje. Kan ik dat hier nu ook vieren met de supporters. Hoe kijk je nu terug op jouw eerste jaar in Bulgarije? Ik heb wel een aanpassingsperiode nodig gehad. Het ging in het begin heel moeizaam. Maar ik heb een nieuwe uitdaging kunnen vinden. Ik heb me gefocust op het keepen en uiteindelijk mijn plaats gekregen. Dus, uiteindelijk goed afgesloten, dat is het belangrijkste. Ja, je bent nu de onbetwiste nummer 1 daar. Komt het zo misschien Champions League? Ja, de voorrondes gaan we aan, dus hartstikke mooi. Dat is ook een van de redenen dat ik die stap heb willen maken. En ik heb er geen spijt van. Ben je nou een beetje zenuwachtig voor vanmiddag? Ik heb wel de laatste dagen, sliep ik wat onrustiger. Je gaat je toch inbeelden hoe dat allemaal is. Dus ik heb er al langere tijd naar uitgekeken en... Vandaag is het zover.